We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. Langs de kust kunnen er lichte tot matige buien vallen die op sommige plekken gepaard gaan met onweer en windstoten. De mistigheid in het kustgebied zal nog aanhouden. Naarmate we naar het zuiden trekken, nemen de buien in intensiteit toe. Tegen het einde van de nacht zou er plaatselijk nevel of mist kunnen ontstaan. De meteodienst waarschuwt dat het af en toe winderig kan worden met onweersbuien.